lang genoeg gewacht. Met niks doen bereikt u niks. Voor u het weet is het te laat. Iemand moet het doen. Ik voel me niet geroepen, nee. Maar iemand moet het doen. Ik heb een oplossing voor deze crisis. Welke crisis? De volgende. U bent een zwakke generatie aan het creëren. Deze generatie zal nergens meer toe leiden. Deze generatie zal deze maatschappij de afgrond in helpen. U moet niet vergeten dat deze generatie wel onze aanstaande wetenschappers, ministers, rechters, agenten en ook leiders zijn. Maar deze generatie is incapabel tot leiderschap. We've grown soft. En het is uw schuld. Niet die van mij. Maar ik ben wel degene met een oplossing. En ja, ik weet dat ik een psychopaat ben, dat lijkt me duidelijk. Maar misschien wel de eerste die vindt dat de maatschappij zoals deze nu is, klopt. En dat laat ik niet de afgrond inslepen door incapabel gepeupel. Zo. Let's play. Jullie hebben super goed gewerkt, dank jullie wel. Stop maar heel even met wat je doet en luister goed, want ik schrijf even het huiswerk op voor maandag. Wanneer moeten we dat maken dan? Nou, dit weekend, want ondanks jullie hier overnachten, gaan jullie morgen in de loop van de dag naar huis. En dan kun je het gewoon maken. En heb je tot maandag, dus je hebt ook nog hele zondag. Leuk hè? Drie mag je overslaan, dus die hoeven jullie niet... onthouden. Dus 1, 2, 4, 5. Yay! En dan wil ik jullie nog even vragen om door te werken met opdracht 1. Tot op de bel! Ja! Chips vreten en horrorfilms kijken! Verstappertje door de hele school! Ja, blik, blik, blik. Maar, zullen we eerst even opbouwen dan? Ja! Hoe vet is dit? We gaan de hele nacht gamen, bro. Maar je hebt hier toch geen console? Gast, ik heb alles mee. Gast, nu lui. Je bent echt gek. Te gek bedoel je, meisje. Hey! Hi. Hi. Wij hadden even een oogje in het zaal vanavond. Dus sinds ik je in de film heb gezien, weet ik zeker dat ik actrice wil worden. Je moet gewoon lessen nemen, dat is echt nice. Ja, doe gewoon een auditie bij de Video Premium Club. Dan kom je bij mij en Celine. Vet cool. Mag ik jou wat vragen? Ja, tuurlijk. Mag ik als ik een nachtmerrie op jou wakker maken? Ja, natuurlijk mag dat. Oké, dankjewel. Ik heb zo'n lekkere deken mee. Oeh, ben zeg super chill. S, dit moet je echt ervaren. S? S? Ja, sorry. Mega chill. Wat is er? Ik denk dat ik verliefd ben. Denken jullie dat Ralf me ziet staan? Ja, hallo. Hij praat naar bijna iedereen ziet jou staan. Ik zou me daar echt geen zorgen over maken. Doe niet zo raar. Hij hangt de hele tijd met die andere meiden. Doe zelf niet zo raar. Hij gaat je fixen vanavond. Let maar op mijn woorden. Oh, hou de smoel. Ik ga echt de hele horrorfilm mijn ogen dichtknijpen. Nou, anders ik wel. Kunnen wij hier niet erg anders chillen of zo? Hoop ik.
Ik heb echt super veel zin in straks. We gaan elke video horrorfilm kijken die er bestaat. Elke? Ja, elke. Maar die heb ik allemaal al gezien. Ja, boeien. Hé, meiden, ik denk dat ik verliefd ben. Denken jullie dat Esra me ziet staan? Wat is dat nou weer voor stomme vraag? Je ziet toch zelf hoe ze naar je kijkt? Echt zo. Ik zou willen dat ik iemand had die zo naar me kijkt zoals Esra naar jou kijkt. Nou, dat is zwaar overdreven. Ach man, praat gewoon een keer met haar. Dat durf ik toch helemaal niet? Don't worry, wij gaan jou helpen. Dank jullie wel. Señorita, señorita! Hey, what's going on? Gaat het goed? Ja! Mooi! Geluk met de bedden? Ja. Mooi zo. Dan nu, het volgende onderdeel. Tijd voor... de Horror Marathon. Kom je nu mee? Ja. Jongens, ik moet weer extra voorzichtig wezen, oké? In de duisternis, als er nu een zombie om de hoek komt, dan zijn we er geweest. Denk je dat de anderen nog leven? Nee. Dat denk ik niet, nee. Jongen, ah, gelukkig geleden. Ik ben goed terug. Jongens en meiden, deze neem ik even op. Okay, met u nog één kijken, oké? Hallo. Tijd voor een spel. Ik ga jullie een vaardigheid aanleren. Niet omdat ik dat wil. Nou, maar het moet. Ik zie mij in het spel als jullie host, jury en mentor. De regels volgen nu. Het spel begint om 12 uur vannacht. Jullie krijgen vervolgens een kwartier de tijd om een offer te kiezen en mij niet te brengen. Als het jullie niet lukt, dan kies ik zelf een offer uit. Dat zal sterven. Vanaf dat punt zal ik iedere 5 minuten iemands leven nemen. Totdat jullie mij een zelfgekozen offer brengen. Wanneer jullie dat doen, is het spel uitgespeeld en zijn jullie vrij. Doen jullie dat niet, blijft het spel zich voortzetten totdat er niemand meer over is in jullie groep. Dat waren de regels. Ik wens jullie heel veel plezier. Tot vannacht. En let's play. Wat is er zojuist gebeurd? Is dit een grap of zo? Ja, wie loopt hier te fucken? Meester Martijn! Meester Martijn! Ja. Centraal. Hè? Huh? Wie? Jij, blauwtje. Wat? Wat is het? Wat? Wat moet je? Wat is er aan de hand? Iemand? Nou, iemand anders. Wat is er aan de hand? Jij, wat? Wat moet je? Er kwam een of andere gek psychopaat op het bord. Was dat een hele enge man in beeld? Die vertelde over een spel waarin allemaal mensen moeten doodgaan. Het klinkt in feite als een film, als een horrorfilm. Wacht even, jullie keken een horrorfilm. Ja, ik zei volgens mij even centraal en dat zeg ik met een reden, want ik versta er helemaal niks van. Dus, geen goed idee. We kijken die laatste film af en daarna gaan we een heel andere film kijken, zodat jullie in een positievere stemming komen. Ja? Maar meester. Ja. Ja, dat dacht ik al. Oké, niks. Dan kijken we verder. Dankjewel. Bang. Het is oké. Het komt goed. Dat beloof ik. Gaan we nou echt afwachten of wat is het plan? In ieder geval tot 12 uur, ja. Waarschijnlijk had de meester gewoon gelijk. Het was de film. Ik hoop het maar, dan ga ik lekker pitten na 12. Moet de meester hier niet bij zijn? Je hebt hem gehoord, die gelooft het toch niet. Jongens, het is bijna 12 uur. Die deur. We moeten iets doen. Straks is het wel echt.
Dan hebben we nog maar een kwartier voordat... Ik ga wel. Martijn, hij is... Is hij dood? Het spel is begonnen. Reed je keuze gemaakt? Oké, dus ik, Ralf en Lies rijden meester Martijn in een kast zodat niemand anders het meer hoeft te zien. Oké. En de rest, check alle uithangen. We moeten hier weg. Snel. Dit is echt verschrikkelijk. Nee, op slot. Shit. Deze deur heeft niet eens een deurklink meer. Ik krijg nog nooit. Wat een ongelooflijk ziek spel. Deze ook dicht. Dit is echt gekke werk. Flikker gewoon een stoel door het raam. We moeten hier echt weg. Ja, ik denk het wel. Wacht, waar is ons groepje? Geen idee. Ja, wij moeten open. Proberen te ontsnappen is niet volgens mijn regels. We zouden een spel spelen. Ik heb besloten dit niet onbestraft te laten. Jullie krijgen je vrienden alleen terug als jullie winnen. Succes. What the fuck? Was bij jullie ook alles op slot? Ook alles dicht. We hebben hem allemaal gezien en alles was op slot. Dit is echt een zieke geest. We moeten bij elkaar blijven. Hoe lang hebben we nog? We moeten zijn spel spelen. Niks doen is geen optie. Er moet toch een manier zijn om hem te slim af te zijn? We moeten hem zoeken. Gewoon het gesprek met hem aan. Maar we hebben hem allemaal buiten gezien. Hij is ook binnen geweest. Hoe kunnen die doden anders vallen? We moeten op zoek naar hem of aanwijzingen. Het houdt goed. We hebben echt maar 5 minuten. Snel. Waar zoeken we eigenlijk naar? Nou, alles wat we met hem te maken kan hebben. Hier ligt hij. Ik kan amper beseffen hoe heftig dit eigenlijk is.
Nou, daar heb ik jou nog heel veel. Dit gaat echt heel snel verder. Kom op, we moeten iets kunnen vinden. Hé, heb je nou iets? Er gaan gewoon mensen dood. Ik kan het echt niet beseffen. Kun je toch niet zomaar mensen gaan wegstemmen die we gaan offeren? Dat is toch onmenselijk? Snel naar de andere. Zo bizar dat we Matthias gewoon kwijt zijn. We moeten iets vinden. Er moet een oplossing zijn. Er zijn al 5 minuten voorbij. Wie zou er... Laten we de ijsberg zoeken. Dit gaat niet werken. Hier mogen we normaal niet komen. Maar dit lijkt me een uitzondering. Nee, die is hier ook niet. Maar hij is hier wel geweest. Kijk. Ik kan het niet aanzien. Er zit geen foto van meester Martijn bij. Dit moet nu stoppen. We moeten naar meester Martijn. Zo. Volg ons. Ik heb toch echt een kloppende nodig. Dit is ziek. Dit is zo ziek. Nee. Niet jij ook. Nee. Nee. Ik offer mezelf op. Ik offer mezelf op! Ik hou van je. Kom. Deze waanzin is afgelopen. Ben.
What the fuck? Meester Martijn? Er zit wat in zijn hand. Jullie hebben mijn plan B brief gevonden. Dit betekent dat jullie mij hebben uitgeschakeld. Dachten jullie echt dat jullie zo konden winnen? Valsspelen wordt niet gedoogd. Ik ben er misschien niet meer, maar neem maar van mij aan, dit is geen overwinning.